Wie het water en de lange tunnel heeft bedwongen, komt uiteindelijk uit in het donkere universum van Michael Elmgreen en Ingar Draakzet. De onderzeebootloods is door hem getransformeerd tot een troosteloze microcosmos. This work is very much about the individual, the one, versus society, the many. Who are we today as individuals? What kind of rights do we have? What kind of dreams do we have? What are we made to believe that we can be, or what society wants from us? The title refers to this situation in our culture now, where like everyone has to be an outstanding individual. It's not enough just to be like a good family member or like a good citizen. You need to step out and win the competition and the talent show and be a superstar. Otherwise you feel you fail. It tells a lot about values today, that like normal, ordinary, regular life is not really valued. And I think it's good to think about that so people won't get so unhappy about having a normal working life and some good friends and getting pissed drunk in the weekends, because that's a reality for most of us. In de wereld van The One and the Many lopen ook acteurs rond. De kunstenaars werken daarvoor samen met het Rood Theater. Zij waren heel erg op zoek eigenlijk ook om een soort verwarring te creëren bij de bezoeker. Van, nou ja, hoort dit er niet bij? Hoort dit er niet bij? Is dit geanceneerd of is dit echt? Is dit een van onze medebezoekers? En dat heb ik geprobeerd vorm te geven voor hen. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook heel gericht ook wel figuren aangegeven die zij graag wilden zien. Dat meen je niet. Maar ik zit hier gewoon nu met die wagen en hij moet het nu gewoon gaan maken. Dus ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar heb je dat zelf gezien? Ja, het is niet enorm opbeurend hier. Klopt. Toch zien de kunstenaars hun werk niet per se als louter kritisch en deprimerend. Maar het is aan de bezoeker om hun ervaringen een positieve wending mee te geven. Of course there's always hope. But we have to create it ourselves. Wie bang is om niets van de tentoonstelling te begrijpen, hoeft zich geen zorgen te maken. Misunderstandings are good. I read a lot of philosophy text and a lot of theory and I misunderstand it all the time. And everyone who comes to this show are allowed to misunderstand the show as well. The uncertainty is keeping the wheels running. That's maybe sometimes something we have forgot in our culture and in our political climate.